Normaal gesproken moet ik vier van die streepjes hebben en dit is nog maar een half streepje. En dan zit ik nog in de wijde omgeving zonder bebouwing en dergelijke. Slecht of geen bereik, de Andijkers zijn er inmiddels wel aan gewend. Vaak moet ik wel naar buiten lopen, bijvoorbeeld in huis, om beter te kunnen telefoneren. Ja. Ja, ik heb wel eens mijn verloskundige moeten bellen en toen had ik bijna geen bereik. Dus dat zijn wel vervelende situaties. Hoeveel bereik heb je op je telefoon? Nu niks. Is dat normaal? Ja. In 2012 begonnen de eerste gesprekken tussen Andijk en KPN. Na veel zeuren werd de inwoners in 2014 een gsm-mast beloofd. Vlak voor de plaatsing werd het project afgeblazen. In 2016 werd er alsnog een gsm-mast beloofd en die is uiteindelijk in april geplaatst. Daarbij werd ook nog eens verteld dat het hooguit juni operationeel zou zijn. Nou, we leven nu bijna oktober en het enige wat er staat is de mast en voor de rest niks. Gerrit heeft het gevoel dat hij en de inwoners van Andijk aan het lijntje worden gehouden. Het is frustrerend. Mensen kunnen niet normaal hun werk doen. We hebben hier hulpverleners, AED'ers, die reanimeren hier op straat. Die ontvangen geen berichten. Ik vind het jammer. Wij hebben ook recht op alle voorzieningen. Dat we goed bereik hebben en al dat soort dingen. Ja. Piet Lichthart, raadslid van de gemeente Medemblik, kwam er gisteren na wat speurwerk achter dat alle nodige vergunningen voor het in gebruik nemen van de mast al in juni rond waren. Ik vind het op zijn minst vreemd, maar we zijn denk ik wel wat gewend dat de grotere toebedrijven die weer andere bedrijven ertussen zetten om dingen voor ze te regelen, ja, dat wel eens ergens stokt. En dat is hier in ieder geval het geval.